Hey iedereen, welkom back ik begin Engels te lullen, sorry. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda, The Adventures of Link. In de vorige aflevering hebben we de eerste tempel gehaald en hebben we een nieuwe spreuk geleerd en een heleboel rotzooi achter de rug gehad. En in deze aflevering gaan we nog meer rotzooi tegemoet. Wat leuk! Eyes of Ganon are everywhere. Be careful. Oftewel, ogen van Ganondorf zijn overal. Hoeveel ogen heeft die masker? Zeg je nog steeds hoi? Ja, hoi. Oh, je wil je wel voorzichtig zijn als je met die mensen praat, want soms kunnen ze in vleermuizen veranderen, zoals je daar net zag. Waarom dat ze in vleermuizen veranderen? Ja, dat zijn dan de ogen van Ganondorf. Nou, waar heb jij de mouwen? Ik ben het spiegel kwijt! Oh, die trut. Oh, verschrikkelijk. Nou, is heel makkelijk, weet je. Het is, als je het weet, zeg ik dat het even heel makkelijk is. Je gaat hier naar de tafel, drukt op B of op 1 als je op de Wii speelt. En dan komen ze aan. Ik heb een spiegel gevonden onder de tafel. Zo, wat interessant! Maar het leukste is, elke keer als je daar terugkomt, het spel is gewoon geprogrammeerd. Als je daar gewoon op B of op 1 drukt op je Wii-controller, dat daar elke keer dezelfde tekst zou komen. Dus er liggen daar miljoenen spiegels onder die tafel. Je hebt een spiegel gevonden! Volg mij! Oké dan, oelala. Nee, grapje. Nou, wat je hier wil doen, ja, het is een nieuwe stad en daar hebben ze weer zo'n papa. 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 En papa's, die gaat ons weer een nieuwe spreuk leren. Nou, deze spreuk vind ik een van de belangrijkste spreuken die je kunt leren in het spel. Want hij zegt het al, use this magic to restore your life. Oftewel, hiermee kunnen we onze levensbalkje vullen. Nou, dat is wel geweldig, alleen het kost behoorlijk veel magie, dus dat is wel weer een nadeel. En wat het andere nadeel is, bij alle andere Zelda-spellen, en als ik zeg andere Zelda-spellen bedoel ik dus niet de CDI-spellen, als je er ooit van gehoord hebt, heb je er nooit van gehoord, vraag er niet naar, informeer er niet naar, die wil je gewoon niet kennen. Dit is het enigste Zelda-spel wat geen leven power-ups geeft. Dus monsters die geven alleen maar punten en daar houdt het mee op. Kijk, als ik nou live doe, kost heel veel magie. Ik zou even met de vrouw even praten, want die geeft me weer magie. Maar dan gaat mijn levensbalkje, ja, het vult 3 blokjes als ik me niet vergis. Dus, nou ja, jij doet helft, dat is nou niet meer nodig, want ik kan het zelf! En hier, dit is een klote stuk, want wat je ook doet, je kunt hier niet overheen. Je kunt er niet overheen springen, je kunt er niet overheen vliegen. Tenminste, nog niet. Haha, spoilers. Maar je moet met deze gozer praten, want je had een letter van Bagul gekregen. En deze is van, you know Bagu, then I can help you cross. Oftewel, omdat we Bagu kennen, een brief heeft gestuurd, gaat hij een brug voor ons maken. Dat doet hij ook wel snel. Maar ik zit even één ding, want volgens mij was dat de meest beroemde gozer in het spel. Was jij daar? Nee. Wat ben jij? Een blob? Snurk. Wakker worden. Snurk. Ik zeg wakker worden. Snurk. Ik zeg wakker worden! Let me be master is in woods. En of river. En? Wat en? En? Laat me meester is in bos. Van de rivier. De van de rivier. De Oké. Laat ik gewoon verder gaan. En waar is die brug? Moet ik nou elke keer met die hufte gaan lopen jeetje zeg. Ja, ik ken Bagu. Jonge, jonge, jonge. Ik moet rivier hebben. Ik wil niet nog een keer met je praten. Hou je bek! Zo. Lekker agressief worden in zo'n spel. Heerlijk! Jezus, was dat belachelijk zeg. Oh, elke keer met die... Ja, en hier zit dus eigenlijk precies dezelfde gozer. Dus als je dan met hem wil praten... Daar is die brug weer weg! Zeggen we een De rivier van een Nee. Oh ja, en hier kun je eigenlijk kijken hoe dat het dorpje heet. Waterstad van Saria. Oh, daar komt Saria dus vandaan. Saria-song. Nou zitten we in Dead Mountain. Oké, ik zal ermee stoppen. Sorry, het wordt irritant denk ik na een tijdje. Nee, maar dit is een van de grote doolhoven waar je... Ja, dit is eigenlijk de grootste doolhof waar je dus moet volgen en... Hier ken ik de weg gelukkig ook aan met een kop. Heb ik niet nodig. Lekker pur. Nou. Oké. Dit is niet genoeg met die nus. Nee, maar daar is eigenlijk weinig over verder te praten. Maar echt, hier komt zoveel tekstfouten. Want het moet allemaal in zo'n blokje, weet je wel. Dan moet het allemaal inpassen. En als het dan niet past, dan gaan ze gewoon letters vergeten. Hé, blauwe, ga eens weg. Dus
Ja, dat vind ik jammer. Daar hadden ze echt wel meer aandacht aan mogen besteden. Ik snap dat ze een andere sprong probeerden. Maar het is hem echt niet geworden. En dat vind ik wel jammer. Ik had wel meer verwacht eigenlijk van de Legend of Zelda. Daar ben ik heel eerlijk in, jongens. Kijk, Legend of Zelda, ik heet voor niks voor niks Zelda player. Het eerste spel wat ik heb uitgespeeld, dat was de Legend of Zelda. Dus, ja. Ik ben er heel eerlijk in. Ja. In ieder geval, als we hier even naartoe gaan, daar hebben wij Axeman. Auw. En die kunnen moeilijk zijn, maar ze zijn eigenlijk best makkelijk. En dat klinkt eigenlijk best wel stom dat ik net geraakt werd door ze. Kijk, wat je gewoon wil doen is, je wil ze gewoon raken voordat ze slaan. En dan is er niks aan de hand. Oké, even kijken, moest ik nou hier naartoe? Nee, verkeerde afslag genomen. Hey, ik mag ook fouten maken, ja? Iedereen maakt fouten. Link maakt fouten. De makers van het spel maken fouten. Want die moeten bij de rivier zijn. Ik weet ook niet waarom. Ik mag ook fouten maken. Punt. Kom maar, uitroepteken. / dings. Ik denk dat ik deze kant op moet. Ja, de irritante kamer. Die botvissen. Die, als je daar door geraakt wordt, dan verlies je 5. Of nee, dan verlies je ook 10 punten. Echt zo stom. Waarom verlies je punten als je geraakt wordt? Slaat helemaal nergens op. Oh, dit is leuk. Dan komen we bij het moeilijkste beest op dit punt. Als je weinig leven hebt of weinig zwaardkracht, dan wil je hier niet zijn. Want hier hebben we zo'n rode lizardman. Ja, zo heten ze, lizardman. Rode lizardmans, die gooien namelijk hun bel, als ze bij jou in de buurt zijn, en die gooien ze echt helemaal naar jou toe. En dat doet pijn. Daar wil je niet door geraakt worden. Mijn leven staat op 4, hè, dus dat wil ik even duidelijk maken. Het staat op 4 en nog doet het veel schade, dus daar wil je echt voorzichtig mee zijn. In ieder geval een klein trucje, als je te weinig magie hebt voor een spreuk, en je komt een rood flesje tegen, pak dan dat flesje op en doe die spreuk zo snel mogelijk, want dan gebruik je ook nog je oude magie, dus dan verspil je geen magie. Best een handig trucje. Dus onthoud het! Bij de rivier. Oké, nou. En blauwe gaan aan de kant. Ik heb hier geen tijd voor. Dat vind ik eigenlijk best wel grappig. Bij die boemeranggastjes, daar is oranje het zwakste, rood het sterker en blauw supersterk. En hier heb ik toch eigenlijk helemaal geen fuck aan. Ongelooflijk. Ik had liever die 70 punten gehad. Echt zonde. Nee, maar ja, bij die boemeranggastjes is dus oranje het zwakst, rood het sterker en blauw het sterkst. En bij de vleermuizen is, hou eens op met mij te raken, ja? Nou, en bij de vleermuizen is namelijk weer blauw het zwakst en dan is rood weer het sterkst. Ik word hier echt geboond, man, daar word ik niet vrolijk van. Het is maar goed dat ik die spreuk al ken. Hi. Nou. Hou nou eens op, jij. Ik word echt helemaal chagrijnig voor jullie. Ik ben er nou klaar mee. Hup. I'm taking this. Nou, laatste kamer. Maar hier kom je heel veel van die dingen tegen, hoor. Echt, voordat je hier naartoe gaat. Je kunt level 2 al eerder doen, daar ben ik heel eerlijk in. Je kunt ook eerst level 2 doen. Maar ik vind dit gewoon het makkelijkste. Dat is gewoon mijn mening, omdat ik heb dit... Hoi. Ik heb dit spel zo vaak gedaan, daar ben ik... Ja, ik kan wel heel vaak zeggen, want daar ben ik heel eerlijk in. Maar daar ben ik ook. Dus. In ieder geval, dan moeten we hier naartoe. En hier zit volgens mij weer zo'n klootbeest. Dus ik hou even mijn life even bij in de gaten. Want ik heb nog maar 2 blokjes. En ja hoor, daar komt hij aan, daar komt hij aan, daar komt hij aan. Superschurk! To the doom! Of dinges. Oké, nou, dan zitten we op. Ja. Eigenlijk had ik mijn magie eerder moeten gaan gebruiken. Maar ik gooi mijn magie wel heel even omhoog. Nou. Eigenlijk had ik dan... ja, op het moment dat je een upgrade pakt... En dan vult hij gelijk heel je magie weer. Dus als ik nou die spreuk eigenlijk had gedaan voordat ik hem zou selecteren, dan was het goed geweest. Automatisch. Ja? Oh, dat is vervelend. Nou, ik wou daar punten van hebben. Ja, het spel is echt nou weer gemeen tegen mij aan het worden. Stom spel. Ik mag hem tegen zo gemeen tegen mij, dat kan ik niet tegen. Nou ja, in ieder geval aan beide kanten hier heb je zo'n rode lizardman. Dus heel gevaarlijke beesten. Maar ze geven je wel 100 punten. Dus eigenlijk best handig. Weet je, ik ga gewoon even iets proberen. Ik ga gewoon proberen de... Oh. Zo! Jezus! 1,5 blokje en ik ben level 4. Ja, ik zat er nou even op te letten. Even om te kijken hoeveel schade dat zou doen. Maar even puntjes, dank u.
Dat is ook heel erg leuk. Lekker veel instant deaths. Dus... Het is net alsof we Mario aan het spelen zijn. Ik wil niet heel vervelend doen, maar... In ieder geval, ja, ik weet niet of jullie het op Twitter al hadden gelezen, maar... daar had ik dus gezegd dat er... dat Zelda Player 20 Girl, dat die nieuwe Let's Plays zou bepalen. En tot de verzoekjes in het Nederlands natuurlijk, ja. Ik ga niet Engels... dat slaat wel helemaal nergens. In ieder geval, we hebben daar maar... Nee, maar dat is er nergens op slaan in het Engels... Ja, dat jij de. Nee, ja, zei, nee, niet maak bepaal. Jij bepaalt. Ja. Maar als ik dat voor de Engelsen. Die verstaan dit toch niet, dus. Nou ja, maakt niet uit. In ieder geval, als je dus een verzoekje zou willen sturen. Van goh, dat lijkt me een leuke Let's Play om in het Nederlands te zien. Nintendo graag. Dan kun je er allemaal naar het kanaal van Zelda Play 20 Girl plaatsen. En ja. Zij zal dat natuurlijk dan overwegen. We kunnen wel zeggen dat de volgende Nederlandse Let's Play al bekend is. Voor ons tweeën. Daarover ben ik gemeen. Mag ik een hint geven of niet? Nee, ik mag geen hint geven. Dat komt pas bij de laatste aflevering van deze. Neem ik aan, de hint. Ja, van de Legend of Zelda 2. Ja. Oh, ik zie mijn klokje niet. Even wachten. Even wachten, jongens. Ik gebruik een stopwatch. Oké, we zitten op 11 minuten en 30 seconden. En dan moet ik even weten. Ik moet wel even in de gaten houden. Ja, deze beestjes die kun je nog niet verslaan. Dat is wel vervelend. Maar er komt dadelijk een trucje voor waardoor dat we dat weer wel kunnen. Dus, maar ik vind het wel grappig hoe alles al op 4 staat. Het maximale is 8. Dus je kunt al zeggen dat we qua ervaring al op de helft zitten. Ja, gaat echt snel. Maar ja, ik heb ook veel flesjes gevonden. Dus laten we eerlijk wezen. Of ja, flesjes, zakjes, punten... Pointy bags. Ja, ik blijf wel de termen, zeg maar. Die blijf ik wel in het Engels uitspreken. Want ik heb één keer een Nederlands spel gezien. En... Magie! Nee, ik heb één keer een... Dat was dan... dat was dan dezelfde van de CDI vooruit dan. Ik zal het even vertellen. En dat was gewoon Nederlands ingesproken. En dat was gewoon zo slecht ingesproken. Dat was echt... Dat was gewoon echt puur de Nederlandse taal belachelijk maken. En dat slaat gewoon echt helemaal nergens op. Daar ben ik echt geen grote fan van. Het spel was waardeloos. De voice acting was waardeloos. Alles was waardeloos ervan. Nou, echt. En dat was gewoon in het Nederlands. Nou, en daarvoor ben ik dus echt gewoon dood aan het gaan. Shh. Dat vond ik niet netjes. Dat vond ik niet eerlijk. Veel voorzichtig. Ik weet dat hij daar zit. Kun je nou een balletje schieten of niet? Nee, je kunt wel springen. Oeh, dat was dichtbij. Ben er weer zelf dol te gaan op hetzelfde punt. Ja, zoals ik al zei, echt sommige sprongen die zijn hier heel gemeen gemaakt. Maar termen van dingen, net zoals tekst die dingen zeggen, daar zeg ik dan wel in het Engels en dan vertaal ik dan later op wel. En net zoals ja, life potions en al die andere items die je kunt vinden. Ja, items blijf ik ook gewoon items noemen. Laten we het daar gewoon ophouden. Dan blijft het een beetje makkelijker, weet je wel. Anders verneuk ik daar heel een vet spel. Nou ja, dit is niet zo'n vet spel. Dat ben ik heel... Ik vind het niet zo'n vet spel. Ik vind het echt... het is een beetje het zwarte schaap van The Legend of Zelda. Maar... Ja, ik wil dan wel gewoon die eer hoog houden van... dat ik dan wel gewoon zeg maar die dingen in het Engels blijf noemen. Dat vind ik wel belangrijk. Hoi, rooien. Nou ben je een dooie. Slechte grap. Echt, waar is dat met water? Echt, waarom... Bleh, water. In een rivier. Oké, in ieder geval, hier zit nog zo'n leven. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben al twee keer afgegaan. Ik ben al twee keer dood gegaan. In mijn oefenronde ben ik ook twee keer dood gegaan. Maar dan door het hele spel heen. En ik weet zeker, ik ga bij het einde van het spel zeker nog een keer dood. Dat ken ik nou al, echt, dat kan ik je nu al vertellen. Dat gebeurt. Dus. Even kijken, wat zou ik nou eerst willen doen? Ik wil een heleboel dingen doen, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik ga eerst eventjes naar... Ja, daarboven zit de tweede tempel. En daar zit een dorpje waar we een handige zwaartechniek kunnen leren. Maar dat dorpje, daar hebben we ook weer een andere spreuk die we gaan leren. En daar hebben we een voorwerp voor nodig. Dus ik ga eerst dat voorwerp zoeken. Dus, maar dat doe ik allemaal in de volgende aflevering. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van deze aflevering. We hebben Dead Mountain hebben we helemaal gehad. En dat is een van de moeilijkste plekken van het spel. Dus
Ik hoop jullie weer de volgende keer te zien. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En de groet uit Brabant voor iedereen weer, hè. Later!